Peuterscholen en het gewoon lager onderwijs zullen nu verkeerseducatie krijgen. Het gaat om een pilotproject dat eerst op 30 scholen uitgevoerd zal worden. De lancering van het project Permanente Verkeerseducatie is vandaag gelanceerd in het Senasu-gebouw aan de Cavaludistraat. Percy Landveld, onderdirecteur van het Verkeersveiligheid Instituut, zegt dat het idee is ontstaan omdat de meeste verkeersslachtoffers jongeren zijn tussen de 14 en 34 jaar. Voor dit project is er een handleiding en zijn er ook nieuwsbrieven geschreven. We starten met 30 scholen en we hebben ook gekeken in welke districten hebben we meer verkeersslachtoffers en doden. En die districten zijn Paramaribo, Wanica, Komowene, Para en Ikeri. Dus daar zullen we starten. Die scholen zijn al in beeld. Er is ook een lijst hier met de verschillende scholen. De leerkrachten zullen getraind worden. We hebben de trainers van onderwijs al getraind. En die zijn ready om dan op het veld te gaan om de leerkrachten zo snel mogelijk te trainen. Let wel, het gaat niet om een moeilijk vak. We hebben ook gekeken, wat willen we dat onze jonge mensen moeten weten wanneer ze deelnemen in het verkeer. Dus niet dat de wetten gedoseerd zullen worden aan leerlingen. De verkeerseducatie is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie, samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Voor de peuterscholen is het ministerie van Sociale Zaken ook bij betrokken. Voor wat de VOJ en VOS scholen betreft is de organisatie nog bezig. Landveld zegt ook dat er voor deze scholen lesbrieven gemaakt zijn geworden. We zijn nog bezig. Daar willen we ook komen met lesbrieven. En op VOS niveau willen we dan komen met modules, 12 modules. Op VOJ niveau willen we desbetreffende leerstof koppelen aan dat van een bronfietscertificaat. Want u zullen straks ook misschien horen van de directeur dat heel binnenkort, vanaf 1 oktober, houdt iemand ten goede hoor, de directeur zal straks ingaan erop, zullen we komen met bronfietscertificering. Het zal verplicht gesteld worden dat voordat je op een bronfiets stapt om het te vervoeren, dat je een bronfietscertificaat of bronfietsrijbewijs in het bezit moet hebben. Dus je moet het hebben. En op VOS-niveau zullen we het dan koppelen aan leerstof van een rijschool. We zijn nog in conclave met de verschillende rijscholen om te kijken hoe we dat zullen doen. Snap je? Het doel van het project Permanente Verkeerseducatie is om de bewustwording over veilig verkeer onder jongeren op gang te brengen.